Perfect. Yep, helemaal klaar. Laten we dit doen. Wie heeft er zin in extra verse donuts? Waarom is het ineens zo rustig hier? Misschien door het winkelcentrum? Daar is nu een of ander leuk evenement aan de gang. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar het wordt echt mega leuk. Het evenement. Malathon. Dat zou nou echt een groovy naam ervoor zijn. Ja, dat is de naam. Dat ziet er gruwelijk uit. Ja, toch? We doen allemaal iets speciaals om geld in te zamelen voor een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. En niet om op te scheppen, hoor. Maar de salon biedt daarvoor een volledige spaardag aan. Ha! De salon en ik krijgen de druk. Oh, ja, een spa-dagje klinkt ontzettend leuk en zo. Maar ik heb een spiksplinternieuw boba-recept. En je weet wel, katjes. Dus ik denk dat we allemaal wel weten wie dit gaat winnen. Wat jammer dat het geen wedstrijd is, zeg. We zullen wel nooit weten wiens winkel de fierste is. Na-a-a. Daar is ze dan. Ben je klaar voor je eerste werkdag bij de Bibi Boutique? Zo klaar als ik ooit voor zal zijn. Wacht, wat doen jullie hier eigenlijk? Moeten jullie niet naar het winkelcentrum? We wilden je even succes komen wensen op je grote dag. Wij Mall Queens moeten elkaar blijven steunen. Dat is alles. Hoe dan ook. Miss Clem bracht me net op een geweldig idee. Waarom zouden we van de Malathon anders niet een vriendelijke wedstrijd maken? Spa-dag versus theetijd met katjes. Versus, wat de Bibi Boutique daar dan ook voor ding heeft staan. Dat is een fashion makeover apparaat en dit wordt echt fabulous. Wow, top. Dus je doet mee. Wat krijgt de winnaar? Zeg niet het recht om op te scheppen. Kijk ons nou, dat hebben we allemaal al. Wat als de winnaar de nieuwe gemeenschappelijke ruimte een naam mag geven? Oh, nee. Wat als de winnaar het mag ontwerpen? Mogen we dat wel doen? We kunnen het Queen Bee vragen. Dit was haar idee, dus zij is de queen die de beslissingen maakt. Hey, Bibi. Yep. Wow, awesome. Ze vindt het een top idee. Dus de winnaar mag haar helpen met het ontwerpen van de gemeenschappelijke ruimte. Wat zeggen jullie ervan? Dit wordt echt zo cool. Dan ga ik nu vlug als vlug naar de boutique. Girl, wacht op mij. Ga jij anders met ze mee, Roller Chick? Neem vandaag vrij en veel plezier in het winkelcentrum. Bedankt, baas. Alt Girl, waarom sta je zo naar me? Heb ik al de hele tijd glazuur op mijn gezicht zitten? Jij brengt me net op een ander geweldig idee. Laten we samenwerken. Ik zorg voor de boba, jij voor de donuts. Samen zal niemand van ons kunnen winnen. Ik kan de diner beter niet onbemand laten. Wat? Het is hier binnen nog rustiger dan een Balls Girl. Ik denk echt niet dat je iets zult missen behalve de tijd van je leven als je, je weet wel, niet met me meegaat om te winnen. Prima, wat jij wil. Veel plezier met kijken naar rijzend deeg. Ik doe mee. Ja. We gaan een gemeenschappelijke ruimte in het winkelcentrum bouwen voor baby's van mijn formaat. Maar we hebben jullie hulp nodig. Doneer aan een goed doel en krijg een winkelcentrummunt die je kunt gebruiken bij alle winkels hier binnen om toegang te krijgen tot een speciale Malathon-ervaring. Of je nu de hele dag hardcore wilt gamen in de arcade speelhal of de nieuwste mode wilt uitproberen in de boutique, we hebben hier alles in huis. Wie wil er hier een spa-behandeling? Jullie sowieso toch, girls? Ik ken jullie toch? Welkom in de Bibi Boutique. Onze missie is om al jullie modedromen uit te laten komen. Mag Bedankt, ik? Maar ik kijk alleen maar rond. Oké. Geef maar een gils, ik kan helpen. Nou, kijk me toch niet zo zuur aan. De munten rollen vast elk moment binnen. Wat zijn die twee van plan?
samen. Ik vraag van jou, jou, jou en jou om jullie op jullie allerschattigste gedragen. Begrepen? Ze zijn eindelijk afgekoeld. Dit is duidelijk niet mijn recept. Ik had gevraagd om hartige donuts voor bij mijn vanille meloen matcha boba thee. Niet zoiets basics. Sorry. Ik dacht dat de zwarte peper en koriander bedoeld waren voor een stoofpot of zoiets. Het is al goed. Dit kunnen wel gratis samples zijn en je kunt gewoon mijn recept gebruiken voor de volgende batch. Maar weet je, zolang ik maar iets mag ontwerpen wat cool en edgy is voor de nieuwe gemeenschappelijke ruimte, ben ik blij. Oké, maar waarom per se edgy om cool te zijn? Stel je dit eens voor. Een met snoep bedekt kauwgombos. De bomen zijn van lollies, de grond is van chocoladerepen. Dat zou een zootje worden in de zomer. Ik ben gewoon heel erg fan van de suikerspin look. Jij niet? Bibi, mijn favoriete kleur is zwart. Er bestaat zwarte drop. Eeuw. Luister, we moeten nu echt verder gaan met bakken. Een nieuwe batch donuts graag. ASAP. En nu hartig, alsjeblieft. Donuts. Wat kosten die? Ze zijn gratis. Deze zijn geweldig. Kunnen we hier een dozijn van kopen? Dan mag je mijn munt hebben. Nee, je mag mijn munt hebben. Je mag onze beide munt hebben. We willen gewoon heel graag die donuts. Munten mogen verzameld worden naast het menu. Duh. Wat zeggen jullie ervan als ik 2 dozijn donuts bak voor jullie munten? Sorry, wat? We hebben echt geen tijd om te... Ik kap ermee! Maar we... Ik bak graag zoete dingen. Ik hou van suiker en de kleur roze. En ja, zelfs van standaard slagroom. Dus ik ga bakken wat ik lekker vind. En ik ga in mijn eentje je wedstrijd winnen terwijl ik dat doe. Surprises. Ik heb me opgefrist en ben klaar om de dag te gaan rocken. Oeh, voorzichtig. Je nagels zijn nog aan het drogen. Maak je geen zorgen. Ik doe voorzichtig met je mooie werk. Waar heb ik mijn munt nou toch gelaten? Daar is hij. Dank je, Bibi. Ik had echt even een spadag nodig. Volgens mij probeert Neonlicious je aandacht te trekken. Wist jij dat we mogen werken in teams? Waar heb je het over? Ik zag Candylicious en Altgirl samenwerken als team. Weet je het zeker? Altgirl lijkt me nou niet echt de type voor teamwork. Oké, misschien niet op dit moment, maar ik zweer je dat ik ze samen zag werken. Ik geloof je. En Altgirl leek bereid om alles te doen om te winnen. Zelfs om hulp vragen. Dus, als zij het mogen... Nou... Ik zat te denken dat een modemakeover en een spadag best wel een epische combinatie zou zijn. We kunnen de munten en de prijs delen. Hoe zou jij de gemeenschappelijke ruimte ontwerpen als je wint? Want ik zat te denken aan glitter. Misschien een mini-manicureplek. Perfect voor de kleinere bibi's. Iets heel glamoureus. Nou, daar kan ik wel mee werken. Ik dacht aan een huren lookplek, zodat iedereen een nieuwe outfit voor de dag kan uitproberen. Neon... Glitters, de nieuwste mode en schoonheidsbehandelingen. Wat een perfecte combinatie. Ik zeg, we doen het. Team Seas! Zo, perfect. Wat een interessante smaak. Deze donuts zijn gemaakt van rogge met jalapeno, cheddar, matcha, glazuur. Cheddar mokka? Matcha. De cheddar matcha bagels zijn super origineel. Donuts. Ja, super origineel. Maar we moeten ook bij de andere winkels kijken. Dat is wel zo beleefd. Ja, we zijn niet graag onbeleefd. Maar als je geglazuurde donuts hebt, komen we terug.
Wow, waar rennen zij voor weg? Cheddar Matcha Donuts. Die hebben blijkbaar een te volwassen smaak voor hun kleine tienermondjes. Ik wil er wel een proberen. Deze smaken zijn zeker erg verrassend. Misschien werkt dit dan toch niet. En nu is Scandalicious al mijn klanten aan het stelen. 3 maal boba thee, alsjeblieft. En wat quality time met de katjes. Geen muntjes, geen katjes. Misschien moet ik maar gaan. Nee! Ik bedoel, doe wat je wil. Maakt mij het uit. Maar weet je, als je blijft, dan kun je mijn proefpersoon zijn. Wat moet ik proeven? Nou, ze willen graag iets zoets. Oh, ik zal ze iets zoets geven. Zet je maar schrap. Dit wordt namelijk heel pittig. Jij kunt ook geen dag vrij nemen, of wel? Het is een kwestie van trots. Ik wil aan Altgirl bewijzen dat mijn suikerspinnen en hagelslag net zo cool zijn als haar chique thee en hartige desserts. Ik heb heel misschien wel te veel hooi op mijn vork genomen. Dat wel. Ik help je wel. Uw bestelling. Alsjeblieft. Ik heb ze. Nou, hoe zie ik eruit? Voilà. Je bent een waar meesterwerk. Maar je schoonheidsreis eindigt niet hier. Neonlicious gaat je helpen met een spetterende nieuwe outfit die iedereen van hun sokken zal blazen. Zelfs de jouwe. Wauw, hey Neonlicious. Oké, wie is er dan? Welkom bij de Bibi Boutique. Ben je klaar voor een Neonlicious makeover? Oh, nou dat kun je wel zeggen, Queen. Dit is misschien wel het allerlekkerste wat ik ooit heb gemaakt. Ziet er heerlijk uit. En het ruikt, heerlijk. Het ruikt heerlijk. Dit is echt heerlijk. Help, pittig. Oh, daar heb ik wel iets voor. Water. Is dat niet... het allerlastigste boba thee recept ter wereld? Haha, nou en of ja. Ik ga het vandaag perfectioneren. Hoe gauw? Gauw, maar wel in ruil voor een gunst. Vertel iedereen hierover. Ik kan nog niet praten. Ik heb wel... Kom dat zien. Kom kijken hoe Altgirl de legendarische ultieme tropische matcha thee maakt met heerlijke mango boba. En aanschouw de eerste queen in Glitter City die het recept aandurft. De Malathon was een succes, Prince Bee. Dankzij de donaties van iedereen zal Queen Bee in staat zijn om de hangplek van haar dromen te maken. Dat is geweldig, maar waar is Queen Bee? Ik kan wel wat hulp gebruiken.
We moeten haar vinden om het goede nieuws te delen. Oh, met jou reken ik later nog wel af. Ga allemaal vliegens vlug naar het café. Als je vooraan in de rij wilt staan voor de ultieme tropische matcha thee met heerlijke mango boba. Wees getuige van deze culinaire magie. Theezettende magie? Hoe dan ook. Het wordt een magisch spektakel. Nou, dat waren de laatste muntjes. Ik was net klaar met mijn laatste mani-pedi en zag een menigte buiten het café staan. Wat is er aan de hand? En waarom werken jij en Old Girl niet meer samen? Jullie zouden onverslaanbaar zijn geweest. We konden het niet echt eens worden. Zoals gewoonlijk. Ja, en je liep volledig voorop. Totdat Old Girl besloot een superchic recept klaar te maken. Oh, maar het is niet zomaar een chic recept hoor. Het is legendarisch in allerlei keukens en receptenblogs over de hele wereld. Dat klinkt nogal riskant. Oh, het is super riskant. Nou, wat ze ook aan het doen is, het werkt wel. Moet je die menigte zien? Ik wed dat ze zwemt in de muntjes. Ik ga anders wel even een kijkje nemen om te zien hoe het met haar gaat. Super casual. Gewoon chill, weet je wel. Klaar? Het is showtime. Oké, chef, begin! Aanschouw haar mesvaardigheden, mensen! En nu het beste deel. Hoe ze de mango super zoet krijgt. Oh, hi Candelicious. Kom je meer klanten van me stelen? Natuurlijk niet. Vrijwel iedereen in het winkelcentrum is hier. Ik wilde gewoon zelf naar de show komen kijken. Oh, nou, zie je. Ik wist het. Sommige mensen hebben dus wel verfijnde smaak. Nu moet ik mij concentreren. Het is tijd om boba te maken van deze lekkere mango puree. Maar om dit te laten werken, moet de sfeer hier helemaal perfect zijn. Geacht publiek, denk aan positieve dingen. Kom op! Stop daarmee! Wat doe ik verkeerd? Je bent zo aardig! Ben je dan niet meer boos op me over eerder? Nee. Old Girl, als je dit voor elkaar krijgt, is dat belangrijker dan die munten of een suffe wedstrijd. Ugh. Kijk, hierom vind ik je dus zo vreselijk irritant. Niet alleen ben je de betere bakker, niet alleen zijn je donuts populairder dan de mijne, maar nu moet jij ook nog eens de betere persoon zijn? Niemand kan constant zo aardig zijn. Het is vreemd. Ugh. Oef, dat gaat echt een flinke klus worden om op te ruimen. Ik ben weg hier. Wow, wat is hier in vredesnaam gebeurd? Ik zal een dweil zoeken. Eén dweil? Breng ze allemaal maar mee. Maar serieus, wat is er gebeurd? Oh my gosh, oké, dus. Het begon allemaal vanmorgen toen Old Girl zo zei van... ik weet dat ik meer muntjes kon krijgen dan jullie. En wij dachten dat ze niet zou kunnen winnen. Dus er zit wel mango op je muntje. Dit is niet grappig. Nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Wat betekent dat ik het recept nooit op tijd af ga krijgen. Ach, alles is geruïneerd. Dit gaat helemaal nergens over. Oké, misschien ben ik vandaag een beetje te intens geweest. Er is niets mis met een beetje passie. Maar je kunt leren je woede een beetje te beheersen. Het is maar een tip. Nou, ik had de tijd van mijn leven. Ik neem deze mee en vertel jullie vanavond wie de winnaar is. Luister, het spijt me dat alles een beetje uit de hand liep. Dit had gewoon een leuke wedstrijd tussen vrienden moeten zijn, weet je? Oh, je zei dat we vrienden zijn. Ja, alsof je dat niet al lang wist, joh.
Wauw! Aan de positieve kant, deze mango's zijn echt verrukkelijk. Ze zouden een geweldige donutvulling zijn. Ja, we zouden samen wel een recept kunnen bedenken. Als je wil. Natuurlijk wil ik dat. Oké, maar eerst, heb je misschien nog tips om mango uit een kattenboom te krijgen? Ja. Perfect. Het is suikerspinroze. Ik dacht dat het leuk zou zijn om eens iets anders te doen, hè? Huh? Nou, dit moet ik zien. Wauw! Miss Glam, jij weet echt als geen ander hoe je een queen zich als nieuw moet laten voelen. Ach, ik moest iets leuks doen voor de beste marathonpartner die iemand zich kan wensen. Ik heb geteld. En toen heb ik opnieuw geteld. En... het staat gelijk! Dus ik zat te denken dat jullie allemaal kunnen helpen met het ontwerp voor de Sister Slay Space. Wat vinden jullie ervan? Ik weet niet hoor. Waarom ook niet? Na vandaag zal hieraan samenwerken een eitje zijn. Yay! Wat voor ideeën hebben jullie? Het moet absoluut een stijlvolle ervaring zijn. Met overal neon. En pastelkleuren dan? En glitter? Geen glitter. Maar... nope. Ah, kom op, Alt Girl. Misschien spikes met glitter dan. Niet te doen, jullie.